makkelijk weghalen. Waar gingen ze graag naartoe? Naar welke deeltjes? Ja, waar zitten hier de plusjes? Op dat bolletje. Mag even het licht uit? Dan gaan we kijken. Let goed op, hè. Als ik dit er nou bij haal. Wat er gebeurt met de pluim, hè. Oh. Kijk maar eens. Wat gebeurt er met de pluim? Kan iemand mij dat vertellen? Zeg maar. Hij zakt in, hè. En waarom zakt hij in? Wat doen die meerdeeltjes? Die springen. Dat is een vonkje. Die springen over naar de plusdeeltjes. En dan zakken ze even in. Nou, dit is elektriciteit, hè? Of niet? Nee, dat is voor mij geen elektriciteit. Voor mij is elektriciteit als een lamp opbrandt. Dus ik pak twee helbuis. Ik hou hem dan tegen de bol met meerdeeltjes. Kijk goed. Komt ie, hè? Hey, had je dat gezien? Komt ie nog een keer, hè? En dan heb ik één vraag. Hebben jullie allemaal gezien of heel de lamp gaat branden of slechts een deel? Goed kijken, hè? Tot waar gaat de lamp branden? Tot mijn hand. Weet je wat die meerdeeltjes doen? Die meerdeeltjes, je kunt in de pluim zien dat er meerdeeltjes verdwijnen, maar die gaat minder verschijnen. Die gaat nou weg. En die meerdeeltjes gaan via de buis, met de arm, de lichaam, zo naar de aarde. Dus omdat de lamp brandt, zeg ik, ja, dit moet toch wel elektrische stroom zijn, hè? En elektrische stroom is dus bewegende meerdeeltjes. En jullie papa en mama weten allemaal dat die meerdeeltjes elektronen worden genoemd. Dus elektrische stroom is bewegende elektronen. Deze ben ik nou aan het repareren, want die was de condensator die hierin zit, die was ontploft. Of ontploft, die was kapot. En daar is eigenlijk een beetje wat ik aan het doen ben.
fine.